heel veel nieuwe collectie in de mix. Ik ga allerlei merken door elkaar gooien vandaag en jullie laten zien hoe je op verschillende manieren kunt combineren. Nou, ik heb nu gekozen voor het gave leren jasje met dat t-shirt onder en die leuke sportieve rok. Dus de rok is van een satijnen stof, is heerlijk zacht en ik heb nu nog lekker de laarzen eronder, want dat draagt natuurlijk nu nog even makkelijk. Nou, de blazer die we erbij hebben, dat is de Suedine blazer van Helene Hart. Zit ook stretch in, kun je gewoon wassen, hartstikke makkelijk. Nou, draag dat met hetzelfde t-shirtje en combineer dat dan bijvoorbeeld ook weer als afwisseling op de rok. Maar wil je nou die blazer wat sportiever maken, dan kun je er ook voor kiezen om hem op deze manier te dragen. Dus draag je er wat stoerder t-shirtje onder, leuk op die bootleg, sneaker eronder en heb je weer een hele andere set. En denk dan ook weer aan je jeans. We hebben weer leuk die wat verwassen jeans binnen, maar we kunnen ook natuurlijk naar een wat nettere jeans gaan. Op deze manier heb je weer een hele andere blazer. Dus je ziet dat je met dezelfde blazer eigenlijk elke dag weer anders voor de dag kunt komen. Maar de volgende set laat ik jullie lekker zo'n knisperend wit overhemd zien. Die mag dan ook weer op die stoere spijkerbroek. Vind ik zelf ook een hele gave set. En ik heb dan gekozen om het hemdje in het cognac daaronder te doen. Zodat je dan ook weer met je cognackleurige riem en eventueel je cognackleurige laarsjes de set weer helemaal af kunt maken. De volgende combinatie. Dan ga ik ook weer verschillende stijltjes laten zien. Ik wil hem even eerst op de denim laten zien. Op deze manier. Leuk met dat mohair vestje. De blouse heeft een hele gave mouw. Het is een beetje een ballonmouw. Dus je kunt hem heel goed ook zo dragen. Maar het vestje maakt het nu nog net even wat warmer. Denk daar bijvoorbeeld ook weer je lichte broek onder. Krijg je deze combinatie. Is die alweer heel anders. En je kunt er natuurlijk ook voor kiezen. Om te zeggen, nou ik pak juist een wat sportiever t-shirtje eronder in plaats van de blouse. En ik ga dan ook weer voor die ton-sur-ton combinatie. Dus dan krijg je eigenlijk drie tinten in hetzelfde genre, maar dan bij elkaar gecombineerd. Ook weer drie verschillende materialen. Maakt het ook weer heel leuk. En de laatste set die ik jullie wil laten zien, dat is de blouse in de strepen van mijn rok. En daar heb ik een sportieve cognackleurige broek onder gedaan. En op deze manier met het spijkerjasje in het off-white. En die stiksels zijn dan juist weer in het cognac. Ook weer een hele gave set. Maar goed, ga jij hier natuurlijk lekker weer je lichte broek onder dragen. Ja, vind ik ook weer heel erg leuk. Dus je kunt weer eindeloos combineren. Het jasje kan ook weer goed op de rok. Dus ik zou zeggen, ga lekker puzzelen op de webshop. Nou, kom je er niet uit? Geef ons dan even een belletje.